We zijn te gast in Udenhout, in een zeer speciaal museum. Er zijn er maar twee van in heel Nederland en eentje staat er in Udenhout. Een DDR-museum. Wat is dat nou, een Deutsch-Democratisch Republiek-museum? Oost-Duitsland. Het is weg, het is helemaal opgegaan in het grote Duitsland. En dat al nadat de muur gevallen is in 1989. En Martin van Liemde heeft een hele grote interesse van kinds af aan al, heb ik begrepen, voor dat voormalige Oost-Duitsland. En waar komt dat nou vandaan? Ja, waar komt er vandaan? Vroeger eigenlijk als kind al had ik zoiets van, zag ik een trabantje op televisie en dacht ik, oh man, zo'n auto wil ik later ook wel. Dus het is met de auto begonnen? Het is eigenlijk met de auto begonnen, met de trabant, ja. Ja. En nu zitten we tussen allerlei spullen, niet alleen trabantjes van heel klein tot echt een echte trabant hiervoor, maar allerlei spullen die heb je allemaal uit het voormalige Oost-Duitsland gehaald. Ja, allemaal uit het voormalige DDR. Ja, 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 ja. Het was voor mij altijd, als ik er kwam, had ik zo'n bedroefd gevoel. Het zag er allemaal zo grauw en zo ellendig uit, alsof de mensen het helemaal niet goed hadden. Maar dat blijkt helemaal niet het geval te zijn geweest. Nee, de mensen hadden in principe alles. Het enige wat ze niet hadden, dat was de vrijheid. Ja. En de rest hadden ze eigenlijk alles. En die spullen, die dat alles, dus dat varieert niet alleen van materialen die ze aan het eten en drinken gingen, maar ook een haar, een föhn, een broodrooster, al dat soort spul, dat maakten ze allemaal zelf. Ja, je moet eigenlijk zo zien, de DDR hadden eigenlijk in principe alles, alles wat wij in het huis hadden staan, hadden die mensen ook. Maar die dagelijkse dingen, want je hebt me net ook verteld dat de DDR ook bekend stond om zijn verschillende bieren. Bijna elk dorp, stad had wel een bierbrouwerijtje. Ja, ja, daar stond de DDR heel bekend om zijn bieren, ja, dat klopt. Ja. Nou, dan gaan we direct het museum in, want het is inderdaad wonderlijk hoeveel je allemaal verzameld hebt. En je hebt binnenkort ook een open dag. Ja, 16 mei heb ik een open dag en dan is tevens de koffiegepruttel. We hebben sinds een paar jaar hebben we een tweetakt vriendenclub vanuit Tilburg. En we hebben een kleine 100 leden en daar is dan ook de open dag voor hier. En dan wil ik ook voor de liefhebbers buiten het dorp of in het dorp zelf, gewoon buiten de vereniging, ook gewoon uitnodigen om hier een bakje koffie te komen drinken. En dan heel mijn museum open te stellen, ja. Bij het gepruttel van de trabant natuurlijk. Ja, ja, ik hoop dat er toch de meeste leden die komen wel met of met de Warburg of met de Barca's of met de trabant. Dus de meeste komen toch wel met de tweetaktauto deze kant op. Ja. Wij gaan eens het museum inkijken. Ja. En jij geeft een kleine rondleiding. Ja, dat is goed. Oh, ik vind het zo mooi, die trabant. Je rijdt er ook nog mee? Ja, dagelijks een beetje. Ja, 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 ja. En hij maakt nog steeds dat heerlijke tok, 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 tok geluid. Ja, er zit nog steeds dat originele tweetakmotor in, hè. Dat bim, ding, 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 ding. Zo gaat dat, hè. Ja, ja. Heb je daar niet veel bekijks onderweg? Ja, heel veel bekijks. Heel, maar ja, hier in het dorp kent iedereen wel voor deze trabant, hoor. Ja, ja. Ik ben nog eens in het voormalig Oost-Duitsland geweest en daar hadden ze geraniums ingezet. Want dat vond ik ook wel leuk in de voortuin, maar dat moet je maar niet doen. Nee, daar heb je zo'n afgedankte trabant en ja, die hebben ze dan over en die zetten ze dan bij de voordeur neer en dan zetten ze wat bloemen in. Ja, dat gebeurt. Ja, hoeveel van die trabantjes heb je? Ja, dit is natuurlijk een echte, maar de kleine autootjes, hoeveel heb je er ongeveer van? Nou, ik heb ze niet echt geteld, maar ik denk dat er wel tegen de 100 in zit, denk ik. Modelletjes allemaal. Heel klein tot heel groot, ja, eigenlijk al. Ja, tot de origineel toe, ja. Maar er nog een originele Oost-Duitse vlag? Ja, dat is echt nog een originele. En wat kan je daaraan zien? Het was verplicht in Oost-Duitsland om de bedrukking aan alle twee kanten van de vlag te hebben. Dat was verplicht. En je hebt er ook nog eentje in je museum hangen waar een beetje brand in is gekomen. Ja, ja, dat klopt. Die hebben ze gered met toen de muur viel. En toen was er toevallig iemand die wou hem aansteken. En die heeft hem eigenlijk gered van de ondergang eigenlijk. Oké, gelukkig. Ja. En die hangt hier nog. Ja, oké. En alles wat nou in deze vitrine ligt, is nou typisch DDR van ijzeren gordijn, de Berlijnse muur, DDR-plaatje achter elk autootje, de trabant, de Warburg, geldstukjes, Berlijn, dat is een typische DDR. Nou, zelfs een klein cafeetje hier gemaakt met echt origineel Oost-Duitse sfeer. Ja, echt wel. De met de hand gehaakte tafelkleedjes, de koperen diertjes erop.
typisch Oosterhuis. Dat was vroeger bij ons ook, bij mijn oma. En ja, dat zie je wel. Dat was in Duitsland ook zo. Ja. Ja, dat zie je dan hieronder ook. Dat is dan een blikken trabantje uit de wereldwinkel. Maar je ziet wel, daar kennen ze ook al een trabantje. Hè? Een hele verzameling petten en petjes, allemaal uit de DDR. En ook een heleboel uniformen. Martin, pak er eens eentje uit, want ze zien allemaal zo schitterend uit. Ja, dus ook deze komt dan van de S-baan, dat is van de trein. Typisch ja, een treinjasje eigenlijk, ja. Maar er hangen ook deftige pakken bij, hè? Van die echte mooie Oost-Duitse pakken. Dit is dan een zondagspak. Oh jee. Een zondagspak is gewoon een heel chic pak van een of andere officier of zo. Ja, je hebt niet alleen de jasjes, maar ook de broeken. Ook de broeken en de riemen en alles zit er bijna allemaal bij, ja. 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 Nou, we hebben er nog een mooie. Ja, ik heb hier nog een van de Schutzpolizei. 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 Ja. Een heel, heel net pak, embleem, alles erop en eraan, dus ja. Nou, ze hadden wel voor verschillende functies hadden ze altijd wel een uniform. Ja, voor elk. Nou, ook een paar mooie petten die erbij zijn, hè? Dus van de brandweer ook en ja. Ja, waarschijnlijk van de militairen natuurlijk ook. Ja, heel veel. Deze dan van de politie, dat is dan de grenspolitie. Ja. En die is dan van de brandweer, maar ja, dat kan je eigenlijk al zien vanwege het tekentje hier, een brandweerhelmpje en een hakbijltje. Die is dan van de Berlijnse brandweer. Nou, hier hebben we een geheimzinnig koffertje. Ja, dat is eigenlijk waar het eigenlijk allemaal mee begonnen is. Een hoogfrequent heilapparaat. Dat was een van de eerste dingetjes die ik te pakken kreeg, wat dan uit de DDR komt. En dat is eigenlijk een hoogfrequent heilapparaat voor mensen die chronisch ziek zijn. Zoals ja, een soort therapie, zal ik maar zeggen. Ja, werd dat in het lijf gebracht? Nee, ja, halverwege met een soort trilling. Hier zit dan een pijpje in en dan gaan die glazen buisjes gaan daarin. En dan zie je wel, als ik dit buisje pak, dan heeft dan een oorschelpje. Zie je dat? Ja. En dan een of andere trilling, lichttrilling. Ja, hoe dat precies werkt, weet ik niet. Maar daar was het in ieder geval voor bedoeld. Oh, fantastisch. Ja. Dus dat is allemaal het begin geweest van deze gigantische verzameling, wat uitgegroeid is tot een museum. En we hebben uiteindelijk nog maar een jaar dat museum. En u bent natuurlijk van harte welkom. Altijd even telefoneren, dan weet Martin ook hoeveel mensen dat er komen. En 16 mei is de open dag hier in Udenhout. We danken hem. En ik zou zeggen, gaat u zelf eens kijken. Want er staat natuurlijk nog veel meer dan wij hebben laten zien. Dankjewel voor deze gastvrijheid. Graag gedaan.